Rutger Jansen, achtervolgd door Remco Bos, Herman Veldman, Patrick Koekoek, Maurice Stemming en jammer genoeg Mark Reveus als laatst. Hey, hallo. Hallo. Ga mijn papa mee. Ga mijn papa mee een biertje kopen. Ja, hè? Ja, jongen. Dat doen we mij nou niet keer op hier, hè? Kun je er wel u om? Daar kun je er wel u om. Je kan nog wel alleen staan, of niet? Ah, de kinderen. Maar kijk maar hier de smerig dat ding van buiten. Die smerige kloom, hè. Nina? Ja, daar reizen we. Je bent een verstandig al nu, hè? Ja. Doe een keer weer, Dennis? Of, Hoop ik. Ik hoop dat we nog helemaal halve finale mag. En dan een afvalrace. Ik zoek nog wel een slang aan mijn loop. Hoppa, je hebt er maar druk mee. Annie! Nou, mooi dag. Hallo, hallo. Ja, jongen. Ah, je hebt goed erin, jongen. Je hebt echt goed erin. Ringen, Reveus. De dames vinden alles ook zo. LNFD. Hé, hey, ook weer dichter doen, hè? Hé, hey, Sander. Sander Rekker, weer dichter doen. Ja. Nog een training. Ja. Eén. Start, hè? Kijk, Herman, ben je kunnen volgen bij jou? Oh, nee. Ja. Dus een grijze Opel met kenteken 69TX FG, een grijze BMW. Hey, klein dametjes.
Hij dametjes. Oh, ik dacht, Wally neemt hem nu wel in de met, maar... Ik heb nog niet anders. Ga nou in huis. De baan wordt vrijgegeven. Ja. En de dames zijn weg. Glad geworden, geloof ik. Aan de leiding met 666. En die de Jong die hem ook weer omgooit. De baan is glad. Hou daar rekening mee. Wee! Het is naar huis, Speedway. Dat is ook wel een mong zing, of niet dan? Volgens mij is het de 666 nog aan de leiding. Gevolgd door Manny de Jong. Maar dat kan ik ook fout hebben. Die zwarte 117 is gefinished, dat weet ik net. Heeft ze vergende vlag. Heeft ze vergende vlag. Wat een glijpartij. En ze zijn van start. Het is wat drukker meteen. Blij dat ik klein. Aan de leiding is het nummer 59 Erik Possebel, gevolgd door nummer 130 Adriaan Alter. Nummer 17 Michiel Jacobs. Nummer 10 zit daar nog tussen, Sander Possebel. Daarachter is het 438. Van Jim Veenstra, dan de 429 van Jeroen Bos. En staat nummer 100 Alex Aneveld. En hier komt Justin Veneman nog voorbij. Nog steeds aan de leiding Erik Vossenveld. Gevolgd door Adriaan Alder. Daarachter nummer 10 Sander Vossenveld. Dan 17 Michiel Jacobs. 438 Jim Veenstra. 429 Jeroen Bos, dan nummer 100 Alex Aleveld en Justin en Pruddel nog gedaan. Als eerste komt hij over de finish, nummer 59 Erik Vossenveld. Gevolgd door 130 Adriaan Alter. Dan 17. Dan 429. Dan 438. Dan 100. Dan 10. En dan 119. Als eerste komt hij over de finish. Nummer 59 Erik Vossenveld. Gevolgd door 130 Adriaan Alter. Dan 17. Dan 4,29, dan 4,38,
dan 100, dan 10 en dan 119. Twee. De heren zijn weg. Ik denk weer meer dan drie. Het is Harry Veldman die als eerste de bocht uitkomt. Gevolgd door startnummer 41, John de Ruiter. Daarachter is het Jeroen Lozeman. Dan Ken Veenenberg. Dan startnummer 16, Tom Pekkerit. Dan startnummer 200, Jelle Blekkenhorst. Dan 19. Dennis Hoppelman. En Erwin Bolten die laat hem staan. Het is Royaal aan de leiding, Harry Veldman. Gevolgd door 41 John de Ruiter. Heren zijn van start. Als eerste uit de bocht is het Rutger Jansen. Oh, sorry. Aan de leiding is het Rutger Jansen, op de voet gevolgd door Roodekker. Daarachter 222, Maurice Bossing. Daarachter 81 Martijn Stokman, dan de 88 van Bas Schonewille en dan de 322 van Ferry Brugmans. Het is een gevecht om de eerste positie tussen Rutger Jansen en Rolf Dekker. Rutger Jansen, nu gevolgd door nummer 81 Martijn Stokman, daarachter 222 Maurice Bossing, daarachter Rolf Dekker, dan de 88 van Bas Schonewille en dan Ferry Brunkman. Als eerste komt hij over de finish, Rutger Jansen. Daarachter staat nummer 22 Maurice Bossing, dan de 81 van Martijn Stokman. En Rolf Dekker geeft het net voor de finish op. Dan is het Ferry Brunsman. En de nummer 88 Bas Schonewille. Zo, je reed die tunnel allemaal terecht. Kun je zomaar een dag wegblijven? Goed zo. Laat je. Staan. Aan de leiding gaat Patrick Koekoek, gevolgd door Herman Veldman. Dan de 85 van Jelle Grevelman. Nee, niet Grevelman. Oh! Rode vlag, heren, rode vlag, heren. Rode vlag.